Hey, Koen hier van CoinGids.nl. Leuk dat je naar deze video kijkt. En in deze video laat ik zien dat ik $17 is uitbetaald in Ethereum naar het cloud minen bij Genesis Mining. En bedankt in ieder geval nog voor de 100 YouTube-abonnees. Misschien zijn het er nu al meer, dat weet ik niet. Heb ik nog niet naar gekeken, omdat ik net even een dag weer terug ben van een belangrijke afspraak. En ik maak deze video dan speciaal weer even voor een update voor de Genesis Miners. Mocht je nu niet helemaal niet weten wat mining is of wil je meer informatie daarover, kun je even naar CoinGrids, kun je slash mining slash Genesis Mining uitleg. Gebruik deze code, krijg je 3% korting. Daar maken meerdere mensen gebruik van. Het is een unieke code. Moet je helemaal zelf weten of je dat doet of niet doet. Maar in ieder geval wil je meer weten wat mining is, kun je ook even naar CoinGrids en dan mining mijn ervaringen, maar kun je nog meer uitleg. En natuurlijk ook over Genesis Mining. Mining wordt gedaan overigens om transacties en verificaties uit te voeren. Dus best wel ingewikkeld. Misschien wil je het wel weten. Nou, dan kun je daar informatie over vinden op mijn CoinGate website. Wil je dat niet, dan moet je dat gewoon net zoals ik eigenlijk doe. Ik geef de informatie wel en schrijf wel voor de mensen die het interessant vinden. Maar dan moet je daar niet mee bezighouden. Het gaat in ieder geval om videokaarten en moederborden. En ja, die moeten allemaal hele moeilijke rekenformules allemaal loslaten, zeg maar, om transacties te verifiëren. Maar niet elke keer is het direct raak. Het wordt steeds moeilijker, steeds meer rekenkracht heb je daarvoor nodig. En dat doen GPU's en moederborden en al dat soort dingen. Ik ben daar niet geen specialist of expert in, maar ik weet ongeveer dat het zo moet. En dan heb je natuurlijk mining software nodig. Maar het kan ook heel anders, en dat is cloud mining in het. Dat leg ik in deze video allemaal uit en laat ik jou nu zien waar ik allemaal mee bezig ben. Zoals ik in het begin van de video zei van ik heb daar $17, dan ga ik je zo terug. Maar dit is hoe minen echt gebeurt. Minen is best duur als je dat zelf wil doen. Dus dan moet je GPU's kaarten kopen en ja, moederborden. Dus, en je moet best wel technisch zijn om die software te kunnen installeren. Maar je hebt ook een andere oplossing, en dat is cloud mining. Dus dat je investeert in dit soort bedrijven, zoals Genesis Mining. Die heeft een bedrijf in, bijvoorbeeld een miningbedrijf in IJsland, omdat het daar cool is. En dat houdt in dat het daar, dat is goed voor de mining. Omdat GPU-kaarten, die grafische kaarten, worden heel warm. Dus ze moeten, hoe lagere temperatuur, hoe beter. Ze zitten over de hele wereld. Er zijn nu trouwens al 1 miljoen members die meedoen met dit fenomeen. Het is ook echt, er gaan mensen heen naar die mines om te kijken. Google maar wat op YouTube, echt super vet. Maar het is gewoon een helemaal nieuwe revolutionaire wereld. De cryptocurrency, ik ben een paar maanden bezig, maar er is nog zoveel meer. En echt super interessant als je dat leuk vindt. Als je daar meer over wilt weten, moet je me zeker volgen. Want ik heb nog een blog hou ik bij met ervaringen en weet ik het wat allemaal. En ik maak dus ook YouTube video's. Ja, omdat ik gewoon hartstikke enthousiast ben. Maar Genesis Mining, als je daar meer over wilt weten, dan moet je daar zeker even meer in verdiepen. En dan kun je op CoinGeist of Genesis Mining, hoe werkt het? Dan kom je waarschijnlijk in Google ook mijn website tegen op de eerste plaats. Maar goed, cloud mining. In ieder geval, ik heb als je wilt beginnen, dan kun je dus die code van mij invullen als je dat wilt. En dan kun je hashpower kopen. En hashpower is er nodig voor dat je eigenlijk een soort investering doet in dat bedrijf. Omdat je zelf niet de middelen hebt om duizenden euro's te investeren of het risico te groot vindt. Of niet technisch bent zoals ik. Dan kun je Genesis Mining mooi gebruiken. En dan kun je contracten kopen voor 2 jaar. Dat is eenmalig een betaling. En dat is $30 bij bijvoorbeeld bij Ether Mining. Bij Zcash Mining kun je nu ook doen, dat is $48. Heb je Monero, die is wel duurder, 60, want die heb ik zelf ook, of 50. En als je dus meer wil, dat kan ook. Je kunt ook meer investeren. Ik raad je aan om gewoon, ja, wat je wilt missen, maar tussen beginnen is gewoon met een contract. Het gaat wel wat langzamer, dan zul je zien. Maar goed, je kunt ook als je meer te besteden hebt en het risico wil minderen. En ja, de opbrengsten minder je dan ook. Want het is allemaal eigen risico. Ik ben geen financieel expert. Ik noem dat ook in meerdere filmpjes. Dat wil ik helemaal niet. Ik doe gewoon mijn ervaringen deel ik via deze video's.
en via internet en meer niet. Ik adviseer niet en ik dwing niemand en je moet niks. Maar goed, je kunt betalen met creditcard of met Bitcoin zelf, zoals je kunt zien hier, of met Litecoin of Dogecoin of Dash. Maar goed, als je dus wil beginnen, heb je hashpower en dan heb je hashpower en dan moet je mining toewijzing doen. En toewijzing betekent dat je eigenlijk de miners aan het werk zet. En dat je bijvoorbeeld de ether daarop zet. Laat ik je zo meteen zien. Nou, ik heb dus 8,5 megahash en hier 4,5 hash rates. Maar in ieder geval, en Monero heb ik nog. En ik heb nog wat Bitcoin. En als je dus wat contracten hebt gekocht, moet je mining toewijzing. Nou, dan kun je dit selecteren, wat je hebt gekocht. Nou, ik laat even zien, bijvoorbeeld Etage, pure Ethermining. Bijvoorbeeld heb ik 3 pakketjes gekocht voor $90. En dan zet je die op 100. Maar denk je nu van, ja, eigenlijk gaat de andere gaat wel beter, deze. Want het gaat ook nog met hoeveel, hè, hoeveel er gemined wordt. Dus je kunt het zelf bepalen, maar ik... Ja, zoals je al hebt kunnen zien, ik laat het gewoon eigenlijk altijd staan. Want ik ga er niet hele dagen kijken wat het beste ik kan doen. Je kunt het doen als je de tijd over hebt. Ik laat het zo altijd staan. En dan kun je toewijzen en dan sla je dit op. En nu gaat die Ethermining doen. Het kan even duren voordat je echt een uitbetaling krijgt. Maar ik heb hem gekregen, zoals je in de vorige video ook hebt kunnen zien. Van Genesis Mining in ieder geval dan. En dan laat ik je hier zien, uitbetalingen. Dit gebeurt dagelijks. En nu gaat het steeds sneller, omdat ik ook wel contracten bijkoop, eerlijk is eerlijk. En, maar goed, ik laat even kijken mijn dashboard. Want, kijk, dit was altijd nieuw. Ik denk, ja, ik heb al een tijdje was ik bezig. Ik denk, ja, ik heb al wel mooi wat geïnvesteerd, maar ik krijg nooit wat terug. Maar goed, en toen was de dag, was 14 oktober. En ik kwam hier pas een keer achter. Ik denk, hé, hey, verrekt. Ik wou Bittrex account. Ja, kan ik je nu even niet laten zien. Ik heb wat grotere bedragen er staan. Dat wil ik liever niet dit keer. En, maar goed, in ieder geval, ik kwam de 17. Ik kwam met een hele leuke... Ik heb ook in die video uitgelegd hoe ik denk, maar hoe kan dat toch? Maar toen zag ik in één keer dat dit uitbetaald was. Want je moet ook mining wallets bijvoorbeeld toevoegen. En dat kun je hier bijvoorbeeld weer doen. Het is allemaal voor jezelf, zodat jij hier beter kunt redden. En dat je niet hoeft uit te zoeken wat ik allemaal heb moeten doen. In ieder geval, hier kun je Bitcoin wallets aanmaken en ook je Ethereum wallets, wat je ook mined dan in ieder geval. En dat heb ik dus ook gedaan. En toen kwam er bij Bittrex dus $17 in Ethereum bij. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En toen dacht ik van ja, hey, het werkt. En wat werkt, ja, zet ik door. Want ik ga natuurlijk niet iets zoeken weer wat niet werkt, zoals op internet zoveel is. Want je, ook met, ik ben online marketeer dan, dat vind ik leuk om te doen. Nou, ik heb echt van alles geprobeerd, honderden dingen, maar er slagen niet zoveel dingen. Oh, Zcash heb ik ook iets, maar dat is echt niet heel. Maar goed, je moet echt zelf op onderzoek, daar ben ik achter. En dat doe ik dus op CoinGids, deel ik daar al mijn ervaringen over. Ik doe mee met de ICO, heb ik eentje gedaan. Ik doe nog met BitConnect mee. Dat is zeg maar geld uitlenen, lending, voor dat je tradebots aan het werk zet. Maar goed, ik ben hier dus ook mee begonnen en het is echt super leuk om te zien dat hij in ieder geval $17 heeft uitbetaald naar mijn Bittrex account. Ik hoop als je deze video wat aan deze video hebt gehad en mocht je nog vragen hebben, laat gewoon een geruste reactie achter. Volg mij op YouTube of contacteer mij op via mijn 06 nummer. Dan mag allemaal WhatsAppen of bellen, wat je ook wilt. Er komt gewoon nog veel meer en het groeit mooi. Ik heb al 200 bezoekers per dag. En dat is super leuk om te zien. En ook dank voor jullie. En ik hoop weer dat je wat aan deze video hebt gehad. Hoi hoi.